Het badje derin de dik voorbij. Zo'n beetje aan het eind van de wraad, daar leidt Hieslem. Zo'n trei je weer om, doordat ik je krijg wennen, geef ik met de fiets en de hoen een slag om mijn hoes. Het was de eerste keer dat ik Gatsela Bordes moest. Dat geef voor eerst al wat stroef. Ik zeg een morgen, mijn grote hoen, mijn racefiets. Ik kwam van de spoorlijn af, kwam het landel erin, daar kwam met de boertje in. En die keerde. Hij mocht net verder. Die stuurde bij mij langs. Nou heb ik een soort beestjes op twee poten. Ja, mijn vieren. En ik vertrouwde die hoen net recht. Ik dacht, die aard in mijn beestjes om erin. Daartoe spreek ik hem aan, net echt vreugdelijk, ja. Want ja, je wil graag baas op eigen heen wijzen. Maar fijn, het is goed beteerd. Want die man hier een racefiets. En er zit een Franse vertiel noemen. En ik kreeg een nieuwe fiets. En er zit ik Franse vertiel noemen. En ik kon die kringen maar net oppompen. Dat voelde me net slagen. En ik ben hem nog heel dankbaar. Dat hij me uitlijnd heeft. Hoe ik sokken, banden, sokken vertiel oppompen moest. Ik denk van 73 zag om die rooi dat het begon is, ja. Eerst met wat rozenkaarten in plakboeken. Zimmerdag ik de echte rozen. Maar dan wint er daar in jou niks. En dus de rozenkaarten in plakboeken. Doe theepansjes, dat de vrouw de kopjes van stekende soortemieter heeft zelf. Nou, dat gebeurt wel eens. Dan bleven de pansjes over. En die samel ik. En deze rozenpansjes die krijgen ze, van koeienkunde, familie. Dan heb ik een rommelmerk. Maar dat is zoveel net meer te krijgen in het eerst. Dan kost je een kwartje stikken en een kwartje in de goosje, hè? In het Rozenhuis, het oude huis van zijn heid, had Gatsela Bordes een sameling online van alles wat met rozen te krijgen had. Dit is een hele serie West je wint nog maar treien. Dat is reproducties van Redoté. En die weer bij een Franse keizerin en weer een hofschilder. En die verzamelde rozen, dat wie een keizerin, wie trouwt met Napoleon? Wist dat wel? Dit heb ik in Snits op een rommelmerk gekocht. Van mijn omgezister, wie ik naar mijn neemt. Ik een gatse. En die stierde mij wat spullen. Dit moet oud wezen. Kist ik patiënt, de ouderwetse rozen. En die is letter verongelokken in Johannesburg in Zuid-Afrika. En ja, een oud ongeluk, hè. Ze rieden daar links en heb je rechts gewend. Dat het is eigenlijk een dierbare herinnering, maar het is een triest verhaal, nou.
Dag. In 1990 ben wij begonnen met de camping. We zijn eerst heel iets begonnen met 5 tot 10 plekjes. En langzamerhand is dat, wordt dat groter. Er is steeds meer vraag naar boerderijtoerisme. En het rent goed, dus. No. Hoeveel plekken zit je nu op het moment? Wij rennen nu naar de allemaal erbij tussen de 20 en de 25 plekken in. Wat voor mensen lukt dat nou? Over het algemeen mensen die de rust op zich. Die genieten wel van de omgeving, van de natuur. Maar daar ik heel soort mensen die speciaal komen van het leven om en bij de boerderij. Zien wat er bij de boer is te redden en hoe die werkt. En dat is altijd ieder wat het want bij een boer. Dat is altijd de kei waar de mogen of er wat meer, of er wat oors verdient. Dat is altijd actie en dat vinden de mensen heel mooi. Vind ik dat het beest een speciaal neemt omdat er campinggasten binnen? Nou, nee. Wij hebben hoofdzakelijk met mijn burgerij letten wij de kei al in de zomer en in de jest ook kei, omdat ik voor 2 treden een wintermelker ben. En daardoor, ja, dan is het toch wel leuk dat er de hele vakantie in de kei ook kei. En dat jouw een leuke stimulans voor de mensen ook. Ze nodig dat er voor eens een keer een feest bij komen. Nou, dan, proberen we daar een mooie feest daar wel een beetje een show van te maken. Nou, wij wien in Jontje Njontige kleer, we hien een kantoorjoend ombouwd als simmerhuske en toen weer het peerske. En toen woonden we heel graag de meesken in hebben. Dat wij wat folders brengen af her aan de Gruttere Camping City in vol. Wij hen heel mooi simmerhuske. Ik wien aan het werk. En toen bellen heren Jonke Lietz naar Treeshuis en we hebben meesken in het Nijssimmerhuske nog prachtig. Duitsers wien het. En Dieter vond het wel zo prachtig hier. Jonke Lietz nog een peer hier. Hij kocht een caravan. En die zet er hier del en hij eet er nog altijd. Dus dat is heel bijzonder. Als allereerste gast. En die is altijd blummen. Een tjerkje, een pleintje, een paar huizen en een handje vol pleetsen om het dorp heen. Dat is Hierslum. Een liefste 70 mensen wijn je er. Er wijnt een componist, er wijnt je boeren en er wijnt een bootjebouwer. Nou, ik reis al een paar hier heen en weer, van de ene werf naar de andere werf. En dat begon mij te vervelen. En toen dacht ik moet een compromis vinden tussen buitenwijnen en tegelijk ik werk bij de door. Ik betimmer die bootjes. En dat is Lietse bootjes, zoals dit. En die verzorgen wij van tiekhout en tiekdek. En die krijgen we dus elke week in van. En die, ja, dat wordt het wat langer natuurlijk. Dan moest ik rekening dat ik daar, want ik ben het alleen nog dwaan, daar ben ik ongeveer een 600 uur ben ik daarin bezig. Ik ben mooi bij de door. Ik hoef net voor te reizen. Ik heb het mooi thuis dwaan. En ja, dat werkt heel prettig. Plekje, mooi vrij en we hebben wat beestjes en het bevalt dus hier tegen best. En hoe is contact met de Hierslumers? Hierslumers is prachtvolk. Ze binnen afstandelijk,
maar in een positieve zin. Ze zijn afstandelijk in de zin van, we bemoeien je net, us net met die. Maar in de andere zin, als er wat is, dan zit iedereen in vrolijke kleren. En dat spreekt dus verschrikkelijk om. Hoi. Hoi. Lekker weer? Ja, lekker. Wat doe je zo? Ah, ik ben aan het zwemmen. Even oefenen voor de triathlon. In de nacht van 12 op 3 mei 1943 is hier een vijfmotorige Lancaster vliegtuig uit Engeland bij met zo'n wandering verongelukken. Hij wie op een hele reis wat de oorsket dat er weer omkomt en dat er hier deel komt. Branden. En toen is de bom die hier naar buiten die ben ontploft. En hij in de lucht wie al uit naar vloeiend. Want hier zat Noord niet, bij Riepen, daar lag de stut. Met de cellen, met de koepel, met de mitrailleur erin, met een soort patroonendag. Wie de lauwslinger en wie dat deel komt. En de man die daarin zit, die de mitrailleur bezien moest, die heb ik vond. Die lag hier in het land. En daar lag een schutter. Voorhoer, ik heb zijn gezicht net zien. Maar hij weer achterhoer in het land, op het land deel komt. En daar heeft de hele simmer net gers groeit. Zo'n klof in het westen. En de weer naar zijn voetstuipte. En de laat verder hoe hij kwam. Ik wie 18 hier en hij wie ik 18. Dat maakt het indruk op je. Zat wij weten, lees hier bunten en ogen. En een periolien heeft de Oranje Vereniging daar nog niet een stienje bij te lezen voor de orenmeesken die hier Alex ik jaren te lezen. Alleen nog wij weten het wie een verhaal wil, ze binnen Alex nooit voelen. Dat binnen de heren Sexton, Ferris, McDonald, Morris, Reddish. Dan wil ik nog graag 12 minuten stilte in acht nemen. De zoon Vlinders werden nog elders hier betocht. En ik de bern werden bij die betinking belutsen. In een vluchtelingenkamp bij een stervend kind. En de verpleegkundige zuchtte, en toch geef ik het niet op. En God zag twee mensen die elkaar de hand schudden en zeiden, laten we vergeven en vergeten. En God zag de oude man die de vogels voerde. En God hoorde iemand schreeuwen, brand, help toch, er is nog een kind in het huis. En God bedacht zich. Toen hoorde hij een jonge gitaar spelen en even later een meisje dat zong. En hij wist het zeker, het moet lukken, de wereld zal worden zoals ik het doe. Ja, dat is voor jou. Moet je dat onderop?
Ah, dat weet ik. Hier nou. Dan ken je hem geuren. Hier is de Belsies. Leuk. Oh, boy. Ja, dus hij is de eerste dat zien hier? Ja, ik zie hier. Hebben we ongeuit. Maar dan noemen we het echt jongens met laminet. Ja, ze handen de grond vringen. Zit hij er verkeerd omhoog? Oh, ja, ze zit erachter te voort. Die had ik even helpen. Ja, ja. Doe maar even. Ja, nee, ja. Mooi, hoor. Ja. Ja, kan het zo lekker waren. Nou, eerst onder de toets. Ja. Nou, misschien. Nou, alleen jongen, drink maar bij. Fjouwer geitsjes worden de bennen bij de familie Koopmans. En de namen, die ben ik al betocht. Rambo, Snoopy, Pjouwpjouw en Bambi. Dat is 25 jaar geleden toen we hier een jongelingsvereniging op hielden. En die werden gehouden in Tjerke, hier in Tjerke van Hielen. En in die tijd gingen ze elke jaar een toneelstuk. En de jongelingsvereniging is opgeheven. En toen hebben ze later, dat is nu een jaar acht geleden, hebben die Tjerke opknapt met z'n allen van Hielen. En wat vonden we daar in de kasten? Wij vonden daar oude toneelboekjes. En dan werd er nog het Hielen, Jelle de Jong, die ik voor mij spelen had, die zei: hé, hey, wij konden dat wel weer eens oppakken. En zat waren er binnen waar wij begonnen te toneelspelen. Wist wat we waren, maar een helder? No, je zelf de ster in die jaar. Ach, je bent het wies? Omdat ze agressief dag. Dat is een idee. Ik ben een Duitse stewardess. Ik werk bij de Lufthansa. En ik werk in mijn hobby, maar vrije tijd vind ik heel belangrijk. Dat ik het rijden aan vrij. En dan ging ik naar Paul. Tos? Van een Lufthansa? Dat is minus. Joes? Ja, ik had me eens gekregen. Ik heb voor mijn skeersbouw en pyjamieten waren. In een damestas, ik dacht. Ja, ik had me eens gekregen, dat zat wel aan me. Nou, het past net bij een man als jou. Een peu even mijn nee. Ha waar, jedes tierken had zijn plezierken, zeiden ze bij de Lufthansa. Ik ben Claire, Franse stewardess. En ik ben dus een gekke Paul. Hij vindt maar dat ik zijn verloofde ben, maar ik denk meer dat ik zijn matrijse ben. Want ik heb wel in de gaten misschien dat er wat speelt. Nou, die vriend vind ik wel aardig, maar dat is toch net mijn type. Let het even koud worden, monsieur. Hier ga je al je koffie. Dankjewel. Waar is zo, monsieur Paul, thuis komen, Marianne? Ja, hij heeft nog heel wat te doen. Ik vraag je toch al, Marianne? Nou, ik geloof wel dat monsieur hier een blik had. Men weet wel wanneer dat meneer de doorn gaat, maar nooit wanneer dat er weer in komt. Wat het mooie voor de neerspeling is. Ik denk dat die Noors een huidkroep kest. En dat de die, vooral met de Friese taal ik van hele mooie specifieke Friese woorden heeft. Hele mooie specifieke Friese uitspraak. Die is de, in Duitsland geleden maak ik net broekst. En dan op mijn werk ik wel van dat ik bepaalde zinsjes die ik in de rin van de jaren leerd heen in het toneelstuk, dat ik wil broeken in duister leven. En dat vind ik heel mooi. De toneelvereniging is de enige vereniging die te dwarprik is. Het verhaal van de jongfeind die kiezen mat tussen drie vrouwen is grappig en leuk om te dwaan, maar je hebt ik wel eens serieuzere zaken op de planken zet. Hechtepunten, waar wij een soort hechtepunten hadden. Maar het grootste hechtepunt vond ik wel dat wij vrijdag in de heegste wet, dat we dat met het 50 jaar bevrijdingsfeest van de Oranjevereniging hier in Paris spelen hebben. En dat stuk dat is Safir, het waren hier niet ik op viert, terug uit. En het is kronkt door een Dejimer, Klaas Heutema. En er was zang in, en er was een sketch gezien. En nou, dat vond ik een heel indrukwekkende jong. En toen gingen we echt de zaal graadvol. En de meisjes gingen, oh,
stil toen we zong ik van het Kruwhouten Kruis. Persoonlijk heb ik het dus een keer, ik denk van 24 jaar geleden, op een demonstratie gezongen op een dwarsfeest. En toen heb ik dat gezongen en ik vond het prachtig mooi. Ik heb er misschien wel 20 jaar nooit wat mee dient. En samen op een keer slacht het vieren sta en dan ben je de lul, dan is het gebeurd, dan gaat het dik net weer over. Deze club heeft 25 leden. En daarvan binnen, laten we zeggen, 15, 16 man. Echt actieve verleners. Er heeft altijd wat mensen die binnen mijn huis bezig. Er zijn mensen die hebben andere dingen op dat moment even. Die jeugd, soms een hier net, soms twee hier net. Maar ze komen haast altijd weg. En dan komt het vliegersbloed weer omheen. En dan begin ze met de verleners. Risico's zit er altijd wat in. Dat is duidelijk. Het is een verlenend voorwerp van pak bij 3,5 kilo. Normaal gesproken. Dat vlucht maar een snelheid van 100 kilometer. Dus dat kan je wel nagaan. Als dat ergens in komt, dat is het behoorlijk raak. Die veiligheid probeer je zo hoog mogelijk te houden. Dat houdt in dat men zonder brevet net vleren mag. De meesten op een club worden opleiden en vleren leert totdat ze een brevet helle kennen. Hebben ze dat brevet helle? En dat houdt in omdat ze 8-9 figuren goed vleren kennen. Ze moeten goed landen kennen. En dan moet de instructeurs het idee hebben dat men het toestel goed in de vingers zet en er veilig mee vliegen kan. Nou, het is een beetje een stukje vrijheid wat erin zit. En nou, de snelheid en de controle. Hoe lager bij de grond en snel figuren doen. En het, dat je dan weer naar huis gaat en dat alles nog heel is, dat is het mooie eraan, vind ik. Sta op een groen steen en omheeg zien. Dan wil je wel eens weten hoe dat er van Bob en nou iets zocht. Nou, dat ken. Jacob, die het al van nou zijn 14e aan modelvleren docht, is net zo gauw benauwd. En hij schroeft zijn camera op het vleentuig vast. En dan vanzelfs de loft in. Wat je te filmen wil om het mooie in beeld te krijgen. Want het is moeilijk om in te schatten waar het vliegtuig vliegt. Omdat je geen referentiepunten in de lucht hebt. Dus, dat is moeilijk. Het is vaak erover en nog een keer proberen en nog een keer. En dan hopen dat er een goed shot tussen zit. Wat naast vleentuigen ik nog in de loft zie, weer de première van het toneelstuk. In de gering in Paragier, weer de opviering van Het ziet in de loft, op Keninginnedij, 10 geslagen. Wat net meer in de loft zit, is dit vleentuig van Jaring Riepma. Leeg vleenen en stuntwerk vlak boppen de groen. En dan is het verhaal Sammerdien. Moon in Spegels, nog een verhaal uit Hieslem.
het verhaal van componist Dirk Dekker, die zo'n 20 jaar verlien uit Amsterdam hierheen kwam. En dan binnen de verzels nog volle meer verhaal, maar dat maakt maar een andere keer.